toen die ene zei van de koning, toen kwam de koning zo binnen. De koning! Ja, het was gewoon super mooi ze eruit zagen en hoe ze zo echt zo koninklijk binnenkwamen lopen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Nederland heeft natuurlijk ongeveer 17 miljoen inwoners. En dan waren dat je een van die 500 burgers, volgens mij waren het er 500, van die 500 burgers bent die er dan bij mag zijn. Dat is wel heel bijzonder. Je wordt eigenlijk meegesleept in iets wat gewoon ontzettend leuk is. Winkeliers die zeiden van, goh, iemand uit onze stad die gaat. Dus hartstikke leuk. Je mag bij ons een mooie jurk komen uitkiezen. Mensen die je aanspreken. In de supermarkt zomaar van, goh, bent u nou degene die daar is geweest? Ja, dat maak je normaal niet mee. Waar zat je in de kerk? Ik zat in vak P, dat was hier. En via deze ingang kwam eigenlijk koning Willem-Alexander binnen met Maxima. En na afloop ging iedereen via die uitgang er ook uit. Dus ik heb iedereen voorbij zien komen. We zaten hier, was toch wel een mooie plek, want via deze hoofdingang kwamen alle belangrijke gasten binnen. En de mensen die achter de koninklijke familie zaten, die kwamen vlak langs ons lopen door dit pad hier. En er ontstond een opstopping, dus ze stonden ook echt stil naast ons en knikten ons het vriendelijk toe. Dus dat was wel erg leuk. Veel bijzondere of belangrijke mensen voorbij zien komen. De meest mooie kleding ze nu en dan, dus dat was echt leuk. Ja. Het leukste aan de inhuldiging vond ik wel, denk ik, je zat in een bus en politiemotors ervoor. Ja, je ging gewoon de rode stoplichten, die andere auto's werden gewoon stilgezet. Wat de toekomst brengen mogen, weet geen mens. Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert, uw wijsheid en uw warmte draag ik met me mee. En dan is het voorbij, en dan? Ja, dan zit je op de bank, helemaal moe. En dan denk je, ja, dat was het. En ik was erbij. Ja. Ja, geeft een heel mooi gevoel. Toen ik thuis kwam, toen was ik echt heel moe. Maar toen was ik eigenlijk nog veel te druk, want ja, alles ging nog door mijn hoofd heen. En de buren kwamen naar ons toe, ja, hoe was het? En eigenlijk had ik niet zoveel puff meer om alles te vertellen. Maar goed, ik heb het heel vaak gewoon nog verteld. En ja, het gaat ook echt nooit meer uit mijn gedachten. Het blijft er echt in.